We kennen echt een opeenstapeling van regelgeving. En waar komt dat door? We hebben de afgelopen jaren continu een soort van one-issue beleid gevolgd. We vonden dat we iets moesten doen voor ammoniak, dus bedenken we een ammoniakbeleid. We vonden dat we iets moesten doen met fosfaat, dus we bedenken iets rondom fosfaat. Diergezondheid, medicijngebruik, we gaan op diergezondheid, medicijngebruik weer regelgeving bedenken. Zo heeft zich dat al die jaren opgestapeld. En waar we nu mee te maken krijgen is dat nu ook de negatieve effecten naar boven komen. Omdat niemand ooit integraal heeft nagedacht over hoe willen wij nou eigenlijk dat vlees, in mijn geval, geproduceerd wordt hier in Nederland. Kijk, maatschappelijke eisen is niet van nu. Hè? Dat kennen we allemaal, dat ken je ook bij andere producten. We hebben ons ook altijd aangepast. Hè? Er zijn de afgelopen jaren veel veranderingen doorgevoerd. En waar ik wel vind dat de landbouwsector anders in is dan de andere sectoren, is dat als je nieuwe wensen implementeert in je productieproces, dan doet de markt daarin mee. Dus dan krijg je meer voor je product. Maar wat doen we hier in Nederland? We stellen meer eisen aan boeren, hoe zij hun stallen moeten uitvoeren, hoe zij voor hun dieren moeten zorgen. En vervolgens vervlechten we dat meteen in wet en regelgeving. En dat betekent dat de markt daar niet mee in opgaat. Dus de boeren zijn wel in een situatie beland dat ze allemaal extra maatregelen nemen, maar dat het door de markt niet terugbetaald wordt. En daar zit wel een grens aan.